Vandaag gaan wij XXXL fluffy slijm maken. En mijn zusje hier die gaat even vertellen wat voor ingrediënten we vandaag gaan gebruiken. Quinty. Dit is slijm en dit is met deze ingrediënten gemaakt. Dit is de slijm. Hij is dus paars. En al die glimmers laten. En dat gaan we dus maken in het groot. Ja, XXL. Dus dit slijm. Doeg! Dichte bak hebben, anders droog je slijm uit. Maar wij hebben geen licht de dichte bak. Dus hier zitten gaatjes. En hier ook. Dus die gaan we even vasttapen. Zodat er niet heel veel lucht in komt. We gaan nu de slijm maken met deze ingrediënten. Twee lepels. Deze kan weg. Ja, dat is eerst gaan doen. La la la. Oké. Nu gaat dus echt letterlijk al het lijm erin. Eerst al die haartjes er even een beetje uit. Maar we willen natuurlijk geen haar in de slijm. Ik heb echt nog nooit zoveel slijm gemaakt. Dit voelt eerlijk gezegd best fijn. En dan ga ik deze even op de kop in een hoekje zetten. Dan gaat het tweede potje kitslijm erin. En deze hebben we dus bij de Action gekocht. En alleen deze werkt. En zo'n tubetje van de Action werkt ook. Andere lijm werkt ook wel. Maar niet van de Action. Het geluid ook, hè. Deze zetten we dus ook in een hoekje. En nu gaan we deze tubetjes gebruiken. En uitkijken, want hier zit nog een dopje op voor de veiligheid. Dus deze ga ik pakken even daar, zodat het dopje eraf gaat. Dus zo. En die leggen we even dan op de deksel. En hier komt best weinig uit, eerlijk gezegd, voor 22 cent. En deze volgens mij voor een euro of zoiets. Wel vervelend dat er nog zo'n extra dopje op zit. Ja, die hoef ik dus niet te pakken. En je kan er water bij doen. Zullen we dat doen? Dan maak je het fluffier. Maak je het fluffier met water erbij? Ja, en heel veel fluffier. Dus zullen we zo'n hele bus doen? Net zoals bij die. Nou gaan we de met dopjes, water? Ja. Nou gaan we de dopjes erop draaien. En uitkijken dat dit ook dicht zit. En deze ook dicht. En dan moet je dit gaat schudden. Dat is echt. Shake, 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 shake. Oké. Nou ziet het er heel gek uit. Maar nu doe je het water erbij. Het ziet er nou niet meer uit als water, maar het is wel echt water. Lijkt op schuim. Ja. En dit gaat er ook bij. Het hoeft op zich niet heel veel. Maar nou, het moment van de waarheid. Het roeren. Oh. Dit voelt zo fijn. Oké.
En het hoeft er niet helemaal doorheen geroerd op zich. Ja, het lijkt net of het wegzakt hieronder. Op de t-shirt gaatje zit. Ik ga even alles naar één kant proberen te krijgen, zodat ik alles even hier kan roeren. En ik heb dit, zo'n houten lepel, anders hoor je steeds dit met een ijzerlepel, want dat is minder met zo'n lepel. Nou, ik vind het eerlijk gezegd zo wel genoeg geroerd. Er zitten nou dus alle belletjes in. En als je doorzichtig slijm wil maken, moet dit er niet in, scheerschuim. Geen scheerschuim als je het zonder kleurstof doet. Wij doen het met groen! Ja. Oké. Okay. Ik haal de spaatsel er nou even uit, want ik ga nou de scheerschuim slijten. Shake, 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 shake. Oké. Wordt nou lekker fluffy. Waar heb je scheerschuim vandaan? Deze heb ik bij de Kruidvat gekocht. En deze weer bij de Action natuurlijk. We love Action. Ja. En lekker goedkoop. Oh jeetje. Misschien een beetje recht houden. Je kan ook het lijm met water en dan kleurstof doen, maar ik ga eerst scheerschuim doen. En ik pak zo even een doekje. Hij is bijna op. Oh jee, ik kan mijn vinger ervoor. Zullen we de tweede ook bij doen? Ja. Probeer het laatste er nog uit te halen. Verspilling op de hand. Woehoe, nee, want je gaat zo meteen kneden. Of we gaan het met onze handen doen. Het zit nu op je voorhoofd. Mooi toch? Zal ik hem even maken? Doe je ding. Maar dat doe ik pas als de kleur... ik ga nog niet mengen. Want als de kleurstof erin zit, dan ga ik pas mengen. Gaan we deze ook helemaal opmaken? Ja, toch? Zie je? Krijgen we echt hele lekkere fluffy slijm. Alleen XXL. Wat ik wel heel stom vind, dat is dat de wieltjes hier zitten. Ja. En dan roer je daar heel lekker tegenaan. Zoveel slijm heb ik echt nog nooit gemaakt. Wel gezien, maar nog nooit gemaakt. Er zit eigenlijk best weinig in zo'n busje. Echt, dat vind ik niet leuk. Laat niet zulke dikke scheten. Oh. Oh, we hadden het allebei tegelijk moeten doen, zo. Het allerlaatste knoetje nog even uit. Ik kan dit zo. Ik vind het zo wel genoeg, toch? En lekkere kleding eronder, altijd. En je hoofd. Stop even. Rustig, die gaan we er weer bij in doen. Dat was het. Nee. Nu kleurstof erbij. Is natuurlijk niet genoeg. Dus gaan we naar het eten. Zeg maar ho. Ho. Anders mislukt het. En dan? Nee. Dan. Ik ging mengen met mijn handen, toch? Dat mag. Nu gaat ze mengen met haar handen. Go Quincy. Oh mijn god. Oh, dit is echt fijn. Rustgevend. Ja, ik voel net een zachte wolk. Ondanks dat ik niet weet hoe een wolk voelt. Deze kleur is echt vet mooi. Oh,
En dat verf had je ook van de Action? Nee, die was 50 cent bij de Zeeman volgens mij. Maar ik denk niet dat ze dat nog te koop hebben. En als je ook dit goede slijm wil maken, hoop ik, dan moet je wel echt precies dezelfde ingrediënten. Anders mislukt het waarschijnlijk. En in de lenzenvloeistof die we straks gaan gebruiken, moet borax in zitten. Anders werkt het slijm sowieso niet. Want wat is borax? Borax, dat is zeg maar het middeltje dat dit slijm maakt. Oké. Doe er nog maar wat... Kleurstof bij? Kleurstof. Want ik wil het wel wat meer, zeg maar. Feller kleur. Stop! Anders blijft het deze kleur niet meer. Oh, dit voelt zo fijn. Ik heb nog nooit dit gemaakt met mijn handen. Ik denk dat het nog wel een beetje mag. Nog een heel klein beetje. Ja. Deze kleur is toch een mooi. Heel mooi. Babyblauw of zo? Nee, dit is mintgroen. Babyblauw ook wel een beetje. Nee, want het is groen. En babyblauw. Nee, schat. Jawel. Groen met wit maakt mintgroen. Oh ja, grapje. Ik zou niet weten hoe je blauw moet maken met groen. Ik eigenlijk ook niet echt. Oh, kijk, hier zit nog heel veel kleurstof. Nou. Overnieuw? Nou gaan we de lensvloeistof erin doen en dat maakt het echt slijm. Dat is deze? Nee, eerst de oude. Eerst de oude. Dat is deze. En daar zit nog een beetje in. Daar hoeft niks af. Dat is het. Oh, oké. Alles? Een beetje. Eerst een beetje. Oké, dit eerst. Kijk, het wordt direct als slijm. Eerst dit een beetje doorroeren. Kijk, het doet echt een groot iets. Oh, en dan gaat een stuk. Doe er nog maar wat bij. Een beetje over de hele bak. Hier ook een beetje. Ja, zo is het dus wel goed. Kijk, het wordt echt direct een grote blok. Nog niet wat je vast kan pakken en aanraken. Wat ik nou dus doe, te maken. Kijk, het wordt gewoon echt wel een hele dikke blok. Oh. Het plak is nog heel erg. Doe nog maar een beetje. En met wasmiddel is het sneller gedaan. Stop maar. Lekker vies worden. Oh. Kijk, er komt echt een hele blok ontstaan hier. Wat het eerst was, is nou dit. Oh, jemig. Oh. Ik ben hier echt... Ja? Als tip doen we een beetje lensvloeistof op je handen. En dan wrijven. Lekker smeren dus. En dan kan je in je slijm zo doen. Dan plakt het wat minder. Oh. Probeer het zo groot mogelijk uit te trekken nu. Wauw. En er komt echt een hele grote blok. We zetten gewoon echt allemaal nog spullen op de bodem. Oké. Oh, wacht even hoor. Oh. Prik hem. Nee, wacht even, ik weet misschien wel wat.